Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianon Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 36 hier in Spanje. Heb je die vorige video in Emilia-Romagna gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan recht worden, ietsje kleed erop en zal die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. De vorige wedstrijd, ja, hadden daar een vijfde positie behaald, ondanks een probleem met de component van de motor. Die was helaas beschadigd, maar gelukkig wist hem nog over de streep heen te trekken. Dus dat was goed om te zien. Mika Hakkinen scoorde zijn podiumpositie sinds zijn rentree. Dus dat heeft hij goed gedaan. Kijken wat hij vandaag kan doen in Spanje. Kijk wat wij vandaag kunnen doen in Spanje. We zijn dus aanbeland bij het hoofdkwartier. En er wordt dus aanbevolen om het geld wat we op de bank hebben te spenderen. Maar eerst gaan we de kalender even op zien te vullen. Met belangrijke updates. Toch nog 400 resource punten van die beschadigde component weten te vangen, dus dat is goed om te zien. We kunnen even kijken wat we kunnen gaan updaten en dat wordt bijvoorbeeld een turbo. Turbo! Die wordt klaargemaakt voor een belangrijke update. Hier dus de MGUH. Sorry, de MGUK, die had een probleem. Dus die hebben we nu even vervangen. Hopelijk dat de rest van de componenten in deze wedstrijd heel blijven. Twee races gewonnen. Lando Norris won de derde race. Hopen dat wij vandaag weer revanche kunnen nemen. En hopelijk misschien wel dat kunnen belonen met een overwinning. Ik ben ook benieuwd waar Mika Hakkinen dan kan gaan eindigen. We hebben een aantal dilemma's die we even moeten doorlopen. Je handelt dat wel. Dank je. Goed gedaan. Spoelende tijd dan even mooi door. Nou, de Ready Hot Lap slaan wij zoals gewoonlijk over. Goed om te zien. Kijken wat we nu kunnen gaan updaten. Maar ik denk dat we te weinig resource punten hebben. Niks meer updatebaar. Er komen nog 3 belangrijke updates binnen van de betrouwbaarheid. We zijn wat gestegen met de development lijn. Dat is goed om te zien. Maar nu is het tijd voor de kwalificatie. En kijken wat we dan kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel in Spanje. Kijken wat we kunnen gaan doen. Kunnen we door naar Q2? Wat kan Mika Hakkinen doen? En dan gaan we richting start-finish voor onze eerste ronde. DRS dus geopend. En dan laten we de topsnelheid van de Mercedes motor zijn ding doen. Volgens mij was het 329 km per uur. Weet ik niet zeker of ik het goed zag. Komen aan bij onze eerste ronde, maar daar gaat het helaas wat mis. Grindbak geraakt. Dat betekent dat we daar wat tijd hebben verloren. En de DRS weer ingeschakeld, dat is toch nog een derde tijd. Op 18e van Ocon, maar we stappen naar de snelste tijd. Wat betekent wij op een vijfde positie. Inmiddels is dat een P12 geworden. En kijken wat we kunnen gaan doen bij deze ronde. Weer DRS geopend dus. En dan ongeveer 1,5 minuut op de klok. Aanremmen, eerste bocht. Jazeker, pakken daar al heel veel tijd goed. Ruim 3/10 onder onze eigen tijd gedoken. Dat is goed om te zien. Kom aan bij het einde van mijn tweede ronde. Helaas is die niet goed geweest. En geen tijdsverbetering voor ons met nog ongeveer 10 seconden op de klok. We kunnen er nog een keer voor gaan zitten. En dat moeten we ook doen, want anders zijn wij gewoon niet door naar Q2. Iedereen is nu met een verbetering bezig. P10 op dit moment. De vlag hangt uit in Q1. P9
P15 en helaas zit er geen tijdsverbetering in. En daar zijn we helaas gespind. En nu moeten we kijken of niemand zich meer kan verbeteren. We staan hier stil op dit stuk. Gele vlag wordt gezwaaid. Kunnen wij er langs? Dat is de vraag. Jazeker, niemand rijdt voor ons. We moeten naar heel veel mensen voorbij laten gaan. En duiken dus naar binnen. P15 nog steeds. Krijgen een waarschuwing wegen de pitlane snelheid. Maar goed, dat geeft niks. Nog steeds een 15e positie. En Hakkinen op P7. En wij hebben het gered op P15. Het zijn wel twee mensen die een gridstraf hebben gepakt. Onder andere Hülkenberg en Guang Yuzhou. En Zhou heeft gewoon twee grid penalties gekregen. Goed, dat geeft niks. Op naar Q2. Kijken wat we kunnen gaan doen met nog ongeveer 1 minuut en 40 seconden op de klok. Iedereen is naar buiten. Het is daar geel. In sector 2, omdat het daar hartstikke druk is met auto's. Dus wij blijven uit die... uit dat gedrang, uit dat gedoe. Dat is goed om te zien. We kunnen nu gewoon volledig op onze ronde focussen. Om door te kunnen gaan naar Q3. Ongeveer nog 30 seconden op de klok. Met groen in sector 1 en 2. Laatste bocht met de DRS geopend. En dat is... Dat blijft een P16. Niet verwacht. Nog ongeveer 10 seconden op de klok. Dit wordt een cruciale ronde om door te kunnen komen naar Q3. En Mika Hakkinen naar de snelste tijd. Maar wij laten paars in sector 2 noteren. Vlag hangt uit in Q2. Kijken we waar wij zo meteen staan. En dat is... De vierde tijd. Zijn mooi door naar het laatste kwalificatiedeel. Dat is goed om te zien. Helaas begint dat kwalificatiedeel niet goed. We hebben een fout bij het koelsysteem van de auto. Dus ongeveer anderhalve minuut wachtend in de pitbox. En dan kunnen we inmiddels naar buiten met nog ongeveer 8 minuten op de klok. Op dit moment een P9. En kijken waar we zo meteen kunnen staan in onze eerste ronde in Q3. Met de DRS geopend gaan wij dus deze ronde beginnen. Eerste en tweede bocht lopen goed. Kon wat beter helaas. Hebben daar dus wat tijd laten liggen. Met paars in sector 2. Dat is goed om te zien. Komen aan bij... Het laatste gedeelte van de circuit. Beetje grindbak meegenomen, maar goed, dat geeft niks. En de DRS is weer geopend. En dan laten wij de snelste tijd noteren. Goed gedaan. Prima tijd voor ons. Dat betekent dat wij het maar bij één run gaan houden. En wij pakken pole position. Mika Hakkinen op P2 doet hij goed. En 1-2 op de startgrid. Perez 3 en de rest hier allemaal in beeld. Dan is het nu tijd voor de wedstrijd en kijken wat we kunnen gaan doen voor aflevering nummer 36. Daar gaan we dan. Max Verstappen's first win for Red Bull on debut here. One of the great dramatic days in Formula 1 after the clash on the first lap of Hamilton and Rosberg. The entire crowd at turn 7 on their feet cheering. An extraordinary race. It's always a treat to come back here for the Spanish Grand Prix. It's a sellout crowd of 140,000 here today as we await lights out the long run down into turn 1. This is a 2.9 mile racetrack. Overtaking is challenging here, to put it mildly. There are 16 corners, but there's still a lot of drama and excitement to be found out there on track. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The Professor lines up on pole position, and Mika Hakkinen completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Perez,
Oscar Piastri, Russell, Verstappen, Ocon, Norris, Leclerc, Albon, Stroll, Magnussen, Gasly, Richard Vasseur, Bottas, Drugovic, Sargent, Sainz, Tsunoda, De Vries, Hülkenberg, and Zhou Guan Yu. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. And we welcome Natalie Pinkham to the Combox once again. Nat, it's great to have your company for this one. We can't enjoy the weather here in the box, but the fans can. A word for their support today. There has been an exponential growth in the popularity of Formula One, and it is fantastic to see. This is the glue that's bonding families together. This is the talking point on a Sunday afternoon as they sit round and watch the race as a unit. I love the fact that people are starting to appreciate the various nuances of the sport, the fact there are so many layers to it. This is the cutting edge of technology, but there's also so much personality and sacrifice, personal sacrifice, that gets drivers and race teams where they are today. We zijn dus aanbeland bij onze positie op de grid. We vertrekken dus vanaf pole position. Kijken wat de strategie is. Volgens mij is het medium hard, maar ik wil ervan maken medium soft. Oh, sorry, hard medium zelfs. Nou, dat gaan we dus zeker niet doen. We gaan een andere strategie volgen dan de rest, want volgens mij start iedereen binnen de top 10 op de harde band. Als ik dat zo goed zeg. Nemen we dus wat extra brandstof mee. Het staat nu medium hard. Maar ik ga er medium soft van maken. Dus we gaan gewoon langer doorrijden dan gepland op deze medium band. Kijk maar, Hakkinen, Perez, Piastri en Russell allemaal op de harde band. Dus die hebben profijt dat die band langer mee kan. Maar ik wil graag dat die start goed is. Dus we gaan voor een compound zachter dan onze teammaat. Die aan de binnenkant staat. Dus als hij een goede start heeft, dan zijn we gewoon gepasseerd. Maar we kunnen makkelijk terug aanvallen bij hem vanwege die band. Formation lap dus gaande. Banden en remmen op temperatuur brengen. En dan zijn we inmiddels aanbeland bij start-finish. Gaan we gewoon zometeen wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En komen keurig in onze positie terecht. 0,7 meter er vanaf. Alsnog paars, dus dat is goed om te zien. Dus even rustig afwachten totdat de lampen aangaan voor de grote prijs van Spanje. Aflevering nummer 26 gaat dus zometeen beginnen. Bij ronde nummer 4 van het kampioenschap. En de lampen gaan aan voor de grote prijs hier in Spanje. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En komen heel goed weg, mede dankzij die mediumband. En dit is precies de start die we nodig hebben voor de leiding te behouden in de eerste bocht. Hebben wat last van een component, zegt de ingenieur. Daardoor verliezen wij wat snelheid. Hakkinen volgt op P2. Russell 3, Perez 4 en Piastri op P5. Wij dus nog steeds aan de leiding dankzij die mediumband. En laten paars in sector 1 noteren. Goede start van de race. Ronde nummer 2 begin, ronde nummer 3 is het. Als wij de snelste raceronde neerzetten met een 1:16.2 volgens mij. Zeg ik het goed? Jazeker. En de DRS is ingeschakeld. Hakkinen nog steeds op die harde band. Hetzelfde geldt voor Russell, Perez en Piastri. Gat naar Hakkinen is 1,5 seconden. Dus dat moeten we zien uit te breiden in deze race. Nog 20 rondes te gaan in de wedstrijd. En we laten weer paars in sector 1 noteren. Goed gedaan. Zitten we in ronde nummer 5 van de race als we weer paars in sector 1 en 2 noteren. Met de ERS en weer laten wij de snelste race ronde noteren. Gat naar Hakkinen is inmiddels opgelopen tot 3,4 seconden. Komt allemaal vanwege die medium band. Ik snap ook niet dat ze naar de harde band zijn, dat ze op de harde band zijn gestart. Vind ik nogal vreemd. En wij nog steeds aan de leiding. In ronde nummer 6. Zitten we in ronde nummer 10 van de race. Nog 13 rondes te gaan in de wedstrijd. Als het gat naar Russell inmiddels 4,6 seconden is. Volgens mij 4,8. En hij duikt naar binnen. Gaat nu al naar binnen om die harde banden te dumpen. Vind ik vreemd. Wij rijden gewoon langer door. Want die mediumband heeft nog geen problemen namelijk.
hele rare strategie van de AI die ze hier doen. Hakkinen rijdt een ronde langer door volgens mij. Gat naar Perez 6,6 seconden. Zit in ronde nummer 13 van de race. Als ik naar binnen duik met nog 10 rondes te gaan. Gaan wij naar de zachte band. Gat naar Russell is 26,4 seconden. Moet voldoende zijn voor een pitstop en dan weer terug aan de leiding te rijden. We zitten in ronde nummer 14. Nog 9 rondes te gaan in de race. En hopelijk een goede pitstop. 2,3. Prima pitstop. En komen dus terug weer aan de leiding op het circuit. Russell, Verstappen, Perez, Hakkinen op de mediumband. Vind ik ook vreemd, want volgens mij had je gewoon naar de zachte band kunnen gaan. Met nog 9 rondes te gaan kan je dit gewoon mooi redden op die band. Rare strategie van de AI. Maar goed, dat is niet ons probleem. Wel jammer is dat Hakkinen een plekje heeft verloren. Twee plekken zelfs aan Verstappen en Perez. P5 voor hem. De beide Red Bulls knokken voor het laatste podiumplek. Zie ik. En dan zitten we weer in de laatste ronde van de race. Wij winnen hier de wedstrijd. Met als snelste regelpunt nemen wij revanche op de vorige race. Russell P2, Perez 3. Hakkinen zakt heel ver terug. Maar wij winnen weer eens een race. Goed gedaan. En is het op naar de volgende wedstrijd en aflevering. Superb driving. That is the race win, my friend. Well done. Another Spanish Grand Prix is over then. And what a special race it was. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Maar goed, hier worden dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Spanje met als snelste regelpunt. Dat is goed gedaan. Perez op P2, Verstappen op het podium. Hakkinen zakt terug tot P6. En één uitvaller, Russell. Maar goed, dat geeft niks. Klassement, 27 punten hebben wij een voorsprong naar Verstappen. Hakkinen op P7. En nog steeds leiding bij het constructeurskampioenschap. 7 punten verschil volgens mij naar Red Bull. Dus dat is goed om te zien. We houden dus beide voorsprongen. Rivaal, breakdown bij mezelf en Verstappen. 24 tegenover 19, dus dat hebben we eigenlijk al wel gewonnen. Het team acclaim is ook gewoon weer goed. Level 23 het team, level 19 mezelf, level 14 Hakkinen. Dan gaan we even door naar het geld. Volgens mij het sponsorgeld. Jazeker, $1,42 miljoen omdat we alle doelen hebben behaald. Helaas heb ik wat schade gereden. $1000 misgelopen, $124.000 dus erbij op de bank. In totaal $21,44 miljoen. Dat is goed om te zien. Kunnen we de faciliteiten gaan mee besteden en over een aantal races het contract met Hakkinen gaan openbreken. Maar goed, ik ga deze video in ieder geval afronden, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij niet leuk vond. Dat is nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Career Mode content elke zaterdag en zondag om 1 uur in de video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele rating van me mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Jan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.